zo gefixeerd op jezelf. De 16e Hortus. En nu? En nu? Ja. Ja, het is een bijzonder moment voor de Hortus. Vandaag Japanse zondag en ja, prachtig hoeveel mensen, er honderden mensen op het complex. Mooie zonnige dag. En we bestaan alweer zo'n dikke 30 jaar. En op naar de volgende fase. Een belangrijke fase, doorontwikkeling. We hebben de afgelopen 30 jaar heel veel oude kassen van het oude gemeentelijk kassencomplex opgeknapt. Tuinen aangelegd, Japanse tuin. En nu gaan we naar de laatste kast die echt vervangen moet worden. De wereldkast, zoals we hem noemen. Een oud warenhuis die echt aan het einde van zijn levensduur is. En ja, gelijktijdig met dat moeten vervangen wordt de kroonpassage gesloopt. En komen er wellicht hele mooie portalen vrij. Waarvan we gezegd hebben, nou, dat zou toch heel mooi zijn als we in het hergebruik daar een nieuwe kast van kunnen bouwen. Dus dat is een nieuwe grote plan voor de komende jaren. Want het wordt wel een vijfjaren plan. Hoe staat het ermee? Hebben ze toegezegd? Nou, we zijn in een goede voorbereiding. Een gesprek met de Zeestad betekent dat je dus mee moet gaan in het sloopplan. Want ja, de delen worden hergebruikt. We zijn met de gemeentelijke organisatie in gesprek gegaan en het plan neergelegd. En ik heb afgelopen maandag ingesproken in een commissie bestuur en middelen voor de politiek. Om te vragen aan de voorkant steun voor het hele proces. En ik denk dat we dit najaar zijn we er klaar voor. De plan hebben we dan op papier. We hebben het uitgeschreven. Betekent ook dat je naar een Waddenfonds en naar andere sponsoren wil. Maar het begint natuurlijk toch met de gemeente zelf. En daar zijn wij vol bezig en zijn we dit najaar helemaal klaar voor. Ziet er naar uit. Ja, spannend. De afgelopen 30 jaar, hè, we zijn begonnen op een oud gemeente kassencomplex met heel veel achterstallig onderhoud. Dus ja, als het in 30 jaar allemaal gelukt is en het is, je ziet het vandaag, echt heel mooi weer en veel bezoekers. Waarom zal het de komende 5 à 10 jaar niet lukken om de complex nog mooier te maken en er echt een landelijke attractie van te maken? And it was like when they have to go to the costumer, they made a little, very big parade, because normally only very, very high